halen uit de praktijk om van te leren. Daar zijn we naar op zoek tijdens dit Fleet-event. Netbeheerder Enexis wil flink gaan inzetten op de elektrificatie van het bedrijfswagenpark. Maar welke uitdagingen liggen daarbij op de loer? Henk Winkens van Enexis. Goedemorgen. Goedemorgen nog net. Hi Henk. Hi. Welkom. Nou, we hebben inderdaad een aantal zaken zojuist besproken en volgens mij gaat het echt perfect over ook uiteindelijk jullie verhaal. Zou je allereerst om te beginnen even willen vertellen waar Enexis zich zoal mee bezighoudt en ja, wat jouw taak ook omvat? Nou, Enexis is netbeheerder. Wij beheren zo'n 5 miljoen aansluitingen van gas- en elektro-aansluitingen. Dat doen we op ongeveer 4 miljoen adressen. Dat doen wij samen met 5000 collega's in het land. Wij zorgen voor een betrouwbare en betaalbare netvoorziening. En we zijn met name de laatste jaren ook heel druk bezig met de energietransitie. Dus de omschakeling naar wind, zon en een aardgasloos bestaan, zeg maar. Ja. Ik mag mezelf als adviseur bezighouden binnen het domein van mobiliteit. Ik ben met name op twee fronten actief. Enerzijds is dat het organiseren samen met specialisten van onder andere HR, inkoop en contractmanagement van ons wagenpark. En anderzijds mag ik actief zijn binnen een programmateam met een aantal mooie thema's rondom vitaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Daarmee hebben we de afgelopen jaren een aantal hele mooie projecten, pilots en diensten kunnen bieden. Afgelopen dagen in de voorbereiding op dit gesprek een aantal op een rij gezet. Ik ben daar best wel trots op dat wij dit als team hebben bereikt. Ik noem maar even een aantal. We hebben onder andere het openbaar vervoer gestimuleerd als onderdeel van een ketenreis. Dat betekent dat je met de fiets naar het station fietst, daar je fiets veilig kunt stallen, vervolgens met de trein verder, om uiteindelijk met de OV-fiets je eindbestemming te bereiken. We hebben voor corona in ieder geval, hebben wij ieder jaar 4 autoloze dagen georganiseerd, waarbij medewerkers verleid werden om op een andere manier dan routinematig in de auto te stappen naar het werk te reizen. Daartoe hebben we onder andere ook een carpool-app geïmplementeerd. We hebben onder andere bandenspanningsinterventies gedaan. We hebben op al onze locaties hebben we bandenspanningspompen staan. Maar als die niet gebruikt worden, heb je dan nog weinig aan. En het leuke is dat bandenspanning wel een van de meest makkelijke manieren is om de veiligheid van je park te verhogen. Nog afgezien van de duurzaamheid. Verder hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan het emissievrij of het emissiearm maken van ons wagenpark. Dat hebben we op allerlei manieren gedaan. Onder andere het stimuleren van accu-elektrisch personenvervoer. We hebben ook ingezet op waterstof. We hebben inmiddels zo'n 8 waterstofauto's rijden als pilot. We hebben inmiddels, toch wel iets ook om op trots op te zijn, 750 elektrische, volledig elektrische personenauto's rondrijden. Dat kunnen we niet zonder laadinfrastructuur. Daarom hebben we inmiddels zo'n 400 laadpunten geïnstalleerd op onze eigen locaties. Een deel daarvan draait ook mee aan ons eigen onderzoekscentrum. Van wat doet dat met de belasting? Wat doet dat met piekbelastingen en dergelijke? We hebben deelauto's ingezet, elektrische deelauto's, elektrische deelfietsen. En misschien nog wel aardig om te vermelden dat wij ook elektrische scooters hebben ingezet. Met name ook als voorbode op de zero-emissiezones. Om daarmee de eerste hulp bij storingen te kunnen verrichten in binnenstedelijke gebieden. Ja. Henk, zou je mij eens en ons eens kunnen meenemen ook in de grootte van jullie wagenpark en ook de verdeling tussen inderdaad de personenauto's en de bedrijfswagens om inzicht te geven daarin? Ja, het hebben van een groot park is niet onze ambitie. Het is wel het hebben van een duurzaam en veilig park. Laat ik daarmee beginnen. Wij hebben zo'n 2700 auto's rondrijden. Daarvan zijn 1350, precies de helft, personenauto's. En de andere helft, dat zijn bedrijfsmatige auto's. Dus de bedrijfsbussen,
En we hebben nog een aantal grotere auto's, vrachtauto's, trekkers, opleggers. De bedrijfsbussen, als ik daar even op inzoom, dan hebben wij de, ik noem ze maar even de zware bedrijfsbussen, dus tot 3500 kilo. Daar zit wel ons zwaartepunt van ons park. Dat zal zo'n 80% zijn van onze bedrijfsauto's, van het grijs kentekenpark. Daarnaast hebben wij nog wat lichtere auto's, middelzwaar. De personenauto's, dat is eigenlijk een mix van de BV Nederland. Dus dat is een mooie afspiegeling van het leasepark van Nederland. Ja. We spraken elkaar een aantal weken geleden en toen zei je inderdaad tegen me van we staan eigenlijk aan de vooravond van de elektrificatie, juist ook van ons bedrijfswagenpark. Hoe ingewikkeld is dat voor jullie? Welke uitdagingen brengt dat met zich mee? Anders dan bij personenauto's, om die te elektrificeren, missen wij een aantal triggers om een berijder te verleiden om elektrisch te rijden, waaronder de bijtelling. Dus dat betekent dat we die berijder op een andere manier moeten benaderen en gaan helpen, met name ontzorgen. En dat betekent dat wij, we zitten met een aantal vraagstukken die we zelf proefondervindelijk gaan ervaren. De belading van auto's, wat betekent dat voor onze zware bedrijfsbussen? Dus kunnen die met 3500 kilo nog steeds uit de voeten met een elektrische auto? Betekent ook het laden van de accu van de auto. Moeten we dat 's avonds doen? Niet iedereen heeft een oprit waarbij die een bedrijfsauto kan of wil stallen om te laden. Dus het kan ook zijn dat we de auto's op een Enexis terrein gaan stallen en dan het voor- en navervoer moeten gaan organiseren. Dus die. En daarnaast is het ook het aanbod van auto's. In het lichte bedrijfsautosegment, daar komt steeds meer, hebben we net ook van de vorige sprekers gehoord, daar komt steeds meer aanbod in. In het zwaardere segment is het aanbod nog maar mager. Dus daar moet nog wel iets gebeuren. Als je net kijkt naar het lichte en het zwaardere voertuig, de voertuigcategorie, hoe is die verdeling inderdaad bij jullie in de vloot? Nou, wat ik zei, een 80% dat zijn onze volledig geëquipeerde storingsdienstmonteurs. Die rijden rond met een 3500 kilo bus, volledig geoutilleerde werkplaatsen, magazijnen ten behoeve van het oplossen van storingen. Daarnaast hebben wij ongeveer een 20%, dat zijn andere vormen van grijs kentekenvervoer. En dat kunnen allerlei werkzaamheden zijn. We hebben ook een aantal technici in dienst die met beperkte gereedschappen of meetapparatuur op pad moeten. En dat zijn wel voor ons nu in ieder geval de meest ideale proefdomeinen om te gaan elektrificeren. Ik kan me voorstellen dat inderdaad voor die zwaardere categorie dat wel een uitdaging wordt om dat de komende jaren voor elkaar te krijgen. Als je zegt het aanbod is natuurlijk redelijk beperkt. De manier van gebruik van die voertuigen is natuurlijk ook zwaar. De aanbod moet wat dat betreft misschien ook nog wat uitgebreid gaan worden daarin, specifiek voor die toepassingen. Klopt. We zien gewoon die zero-emissiezones hard en snel op ons afkomen. Wij werken met meerjarige leasecontracten. Dat betekent gewoon dat we nu, we zijn daar al een hele tijd over aan het nadenken, maar betekent ook dat we nu moeten gaan opschalen naar een breder elektrische vloot. Dat zou kunnen betekenen dat we niet alleen moeten inzetten op batterij-elektrische auto's, maar dat we ook verder moeten kijken naar bijvoorbeeld waterstof-elektrische auto's. Ja. Of hybride vormen, plug-in bedrijfsauto's. Wij mikken daarbij niet op één brandstofsoort of aandrijfsoort of energiebron. Wij zijn een bedrijf wat heel graag pioniert. Pioniert in de zin van het draaien van pilots. Pilots dienen voor ons om bureaustudies in de praktijk te toetsen op waarheid. En op het moment dat zo'n pilot loopt, evalueren we die regelmatig. En in het woordje evalueren zit ook leren. Dus we willen heel graag leren van die pilots en willen dan ook bijsturen. Daar waar mogelijk. En het is ook het wegnemen van de drempels van de
de betrokkenen waar we onze focus op richten. Dus wat dat betreft ook goed om inderdaad die nadruk ook op waterstof daarnaast, hè, naast de stekker EV's eigenlijk, dat die nog meer gelegd gaat worden ook? Nee, dat niet, maar wij mikken dus niet op één energiebron. Mm-hmm. Nou, ik bedoel meer in het debat, hè. Je hebt elektrisch inderdaad met een stekker en elektrisch waterstof aangedreven uiteraard. Maar dat ook die rol van waterstof met zwaardere toepassingen misschien wel een groter gehoor gaat krijgen ook? Ja, het zou kunnen zijn dat waterstof elektrisch aangedreven voertuigen, dat die een hoger netto laadvolume overhouden, of laadvermogen overhouden, dan accu-elektrische auto's. Zeker als je een reële actieradius wil kunnen bieden en je moet met 800 tot 1000 kilo accu rondrijden, ja, dan gaat dat toch ten koste van je laadvermogen. Ja. Dus daar zijn we gaan dit in de praktijk ervaren. Het is lerend ervaren. Ja. Als je tot slot, laatste vraag, fleet managers nog wat adviezen eigenlijk kan geven. Hè? Je gaat inmiddels een tijdje mee, jullie hebben al flinke stappen gezet. Wat zijn dan inderdaad handvatten of tips en tricks eigenlijk waarvan je zegt, nou, daar hebben wij zelf van geleerd en die zou ik graag willen meegeven aan de kijkers thuis ook? Mooie vraag. Een van de belangrijkste is begin vandaag al met het denkproces. Wat zou je doen als diesel morgen verboden wordt? Wat zou dat betekenen voor je organisatie? Betrek daar ook alle stakeholders in. Dus niet alleen de bereiders, maar ook het management. Ook de werkplanners onder andere. Die zullen hier ook mee te maken krijgen. Start daarnaast met beheersbare pilots. Vaar niet blind op cijfers die in een autofolder staan, maar test die uit in je eigen omgeving. Die cijfers zijn, ik wil niet zeggen mooier gemaakt dan ze zijn, maar in jouw bedrijf kunnen ze net iets anders uitvallen. Dus test dat. Leer regelmatig van ervaringen, ook van anderen, van collega's. Maak gebruik van de contacten binnen je netwerk. Op het moment dat iemand contact met mij wil maken om hierover te sparren, sta ik daar altijd voor open. En ik denk als mooie afsluiter, denk in oplossingen, niet in problemen. Die steken we in onze zak. Dank Henk voor je aanwezigheid. Je staat ook in ons Brella-platform, dus mensen kunnen inderdaad ook voor vragen direct bij je aankloppen. Dankjewel Henk. Graag gedaan. Henk, fijne dag verder. Enexis.